Dit is nu de buik. Dit... Met de moedermelk. Ja. Dan zie je de voetje. Dat is een lekker. Stop maar. Het is eenzelfde kop. Zo, een hele goede morgen. Welkom in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is vandaag, even denken hoor, vrijdag 2 juli. En Lucius, die zit. De tweede hier. Dag vandaag, jongens. Ja, de tweede dag. Nou, helemaal lekker aan de borst. Tenminste, schone lui op. Schone lui, ja. Temperatuur was 37,5, dus dat is ook helemaal goed. Ja. En ik ga het vandaag lekker een badje. Ja, vandaag gaan we het eerst een bad doen. Hoezo Pip die... Als jullie thuis komen, gaan we met de tummy tip. Ja, hoezo Pip die kruipt helemaal tegen mama aan en Lucius. Kijk, het bord die staat nog hier. Hier gaan we vandaag, denk ik, daar bij de voordeur zetten. Ja. Hier, Lucius heeft opa erop geschreven. Hè? Wil jij hem vasthouden? Ja. Dat dacht ik ook. En, goed vasthouden. Ja. En nu zit Lucius even bij mama te lekker te slapen hier zo. Helemaal aangekropen. Hij zit een beetje te dromen. Ja. Ja. En Lucius en ik voor Lucius. Hij een beetje lekker te dromen. Ja. En vandaag gaan we weer naar school. Ja, en jullie gaan vandaag weer naar school. Ja, en als we thuis komen hebben we een weekend, maar nog niet zomerweekend. Geen vakantie, hè? We mogen nog één week naar school volgende week. Uh-huh. En dan hebben we vakantie. Ja. Maar vandaag hebben jullie maar een kort dagje, dus als jullie straks thuis komen... En mama, ik heb jufferdag. Leon heeft jufferdag op school. Ja, die had Lucilla al gehad. Eergisteren had Lucilla die al gehad. Ja, eergisteren. En nu heeft Leon jufferdag, piratenfeest. Och, gewoezel een pipje, ja, een woezeltje. Hij heeft hartstikke goed geslapen vannacht. Ja. Heel goed geslapen, goed gedronken, goede groepluiers gehad. Jullie hebben ook lekker geslapen. Ja. Dus kijk, vandaag weer gezellig. Het was leuk. Ja, en ook een goede morgen namens mij natuurlijk. Nou, dan zien we even de broodsmeerfabriek. Lucilla, fout avondslaapje broodje. Ja. Luan ook? Ja. Dat is hun favoriete hap momenteel. 'S morgens een lekker broodje fout avondslag. Een schoolbroodje boterhamworst. En een stukje fruit natuurlijk met lekkere bekers drinken. Ik ga zo meteen de kids dus wel naar school brengen. Ook Luxie gaat lekker naar haar peuterklasje. En dan ga ik even door voor de wekelijkse boodschappen. Terwijl Farah dan hier met Ina lekker eventjes kan keuvelen. En tot rust kan komen met onze baby. Het is heel grappig. Woezel en Pip die willen heel dicht bij de baby iedere keer zitten. Hè? Die zijn helemaal bij de baby willen blijven. Ja. Hij heeft nog wel een beetje rimpels. Ja. Hoe kan dat? Ja, omdat hij helemaal in de buik is gezeten. Dan zit je nog een beetje in de kreukels. En hoe langer die uit de buik is, hoe mooier het huidje weer uit de kreukels gaat. Dan is hij hier lekker in de box zit. Verder slapen is zo. Mutje. Ja. Johan heeft het mobieltje aangezet. Dan gaan de kinderen even lekker ontbijten. Zoals we eigenlijk iedere ochtend doen. Alleen nou ligt Lucius in de box. Leuk hè? Nou, kom met de box. Nee. Iets smakelijk. Lucius, hè? Nou, de kist is volgebracht en ja, daar ben ik dan. Met een pallet vol boodschappen. Goedemorgen, nou, daar zijn we dan weer. Lekker geslapen? Ik wel. Ja? Ja. Wij ook hoor. Lucius ook hè? Mm-hmm. Een boodschap is gehaald. Hij heeft de hele nacht goed. Wel goed doorgeslapen. Hij is s'nachts niet wakker geweest. Ja. Lucius ligt hier lekker te slapen. Lekker in de box. En dat is altijd weer een verrassing. Wat er dan in de boodschappentas zit. Nou, kijk. Welkom de groentjes. De kruisjes. Boontjes. Spaghetti. Rijst. Kijk, daar kunnen we weer wat mee. Paprika, appeltjes. En dan haalt Daniel even de kinderen zo meteen op van school. En dan gaan we even lekker met z'n allen lunchen. En dan ben ik heel benieuwd hoe het straks gaat zijn met de baby in de tummy tip. Ik heb er heel erg zin in. Het is ook een stuk handiger. Ik kan ook gewoon bukken zonder dat er die grote bank in de weg zit. Ik kan ook veel beter mijn voeten vasthouden, mijn sokken aan en uit doen.
Dat is heel verschil. En om even jullie een beetje een update misschien van de buik te geven hoe die is. Dus nu dus twee dagen later. Dit is nu de buik hoe die er nu dus uitziet. Je ziet dat het nog steeds een beetje bolling is. Omdat die baarmoeder die is nog aan het zakken. Die zit ongeveer hier. De was is helemaal hier, die baarmoeder. Die gaat nog steeds meer naar beneden. En die zakt een beetje. En dan dit is wat er overblijft. Nog een slappe penningbroodje, zeg maar. Gaan vertillen. Nou, volgens mij gaan we ook barbecuen van de week. Als het weer het meter gaat. Gisteravond, toen ik aan het voeden was, dacht ik even van oeh, er komt niet heel veel uit. Hoe kan dat nou? En wilde ik gaan kolven om toch een beetje op gang te krijgen. En kreeg ik er maar een heel klein beetje uit. En dit is het enige wat ik gisteravond uitkreeg. Dus ik zei vanochtend tegen Ina, hoe kan dat ik maar zo'n klein beetje eruit kreeg? En ze zei, oh nee, dat is niet een klein beetje. Dat is best wel veel al voor het begin. En dat is juist de goede, gezonde, vette moedermelk. Die super goed is voor je kleintje. Dus die moet je niet wegdoen. Die moet je zeker straks nog even geven. En het werkt dus allemaal gewoon. Hij drinkt dus gewoon. Hij heeft poepluiers gehad vannacht. Nog steeds iedere keer weer. Dus dat is een teken dat hij gewoon ja, toch melk binnenkrijgt. Terwijl ik niet echt het gevoel had dat iets uitkwam. Maar dus wel. Maar omdat het nog een beetje de moedermelk is, ziet het er nog gelig uit. En nog niet wit zoals ik het ook alweer in mijn gedachten had bij de laatste keer bij Lux. Ik heb toen nooit melk afgekolfd. Dus ik heb ook nooit gezien wat de kleur was in principe. Zo in een flesje. Bij Luxie. Wel bij Luana Lucilla. Maar dat is natuurlijk al een tijdje geleden. Dus dit gaan we straks ook nog even geven aan hem. Omdat het heel erg gezond is. Dus de eerste vette moedermelk. Om natuurlijk hem ook sterk en gezond goede basis te geven. En ik ga ook proberen wat te kolven. Ook omdat de kinderen en Daniel denk ik ook heel erg leuk vinden om natuurlijk ook een flesje te geven. Bij Luxie was het niet echt gelukt en bij Lucilla ook niet. En was het toch verder vaak de gemak van de borst, zeg maar. Maar omdat hun het gewoon leuk vinden om ook een flesje te geven, gun ik hun ook dat moment. Dus ga ik wel een poging wagen om weer wat vaker te kolven. Zodat ze ook hun het flesje kunnen geven. Hij slaapt nu. Ik ga nog even verder met de boodschappen uitpakken. En zometeen komen de kinderen alweer thuis. En dan gaan we lekker een hapje eten, lunchen. En dan zometeen voor de eerste keer Lucius in badje doen. De tummetup gaan we gebruiken. Heb je een verrassing? Wat voor verrassing heb jij? Wat is dat? Heb jij een plasdiploma? Oh, echt waar? Oh, kijk dan. Oh, en bloemetjes. Oh, en chocola. Lekker. Ach, ja. En de chocola. Ja, die was heel trots op. Die is papa voor papa. Van Luxie. Een emmer uit de tuin en een ja, schep. Uit de tuin. Ach, van de tuin en deze vis. Ja, mooi, moet ik even lezen. Ja, Luxie Pellinga. Jij bent vanaf nu groot geworden. Vanaf vandaag kan je helemaal zelfstandig naar de wc. Ja. Hé, Luxie. Het is zo schattig. En? Kijk dat. Schatje, wat mooi. Ja, wat heeft papa gekocht? Oh, ja, beschuitjes. Oh, kijk eens. Zoé, ga je het hele dorp op beschuitjes meisjes vragen? Nou, jij eet al een dag zoveel in. Ja, dat is ook wel zo. Ik eet ook wel heel veel. Oh, en wat is deze? Gefeliciteerd met de geboorte van Lucius. Heb je die voor de baby gemaakt? Mooi, liefie. Kom hier, kus. Oh, schatje patatje. Kijk eens wat anders van jou. Houden. Het zijn wel mooi. Ja, hele aparte design. Bolletjes. Oh, lekker. Nou, hebben we de tafel al gedekt voor de lunch. Even de handjes wassen. Heel goed. Heb je lekker geslapen terwijl jullie op school waren? De hele tijd hier. De hele tijd lekker hier geslapen. En mijn mama bij de borst gedronken en toen weer slapen. Ja. Baby's kunnen niet zo vaak wakker zijn. Nee, die slapen eerst nog heel veel. Daar kunnen ze goed van groeien. Ja, we hebben hier heel wat tekeningen weer gekregen. Mooi schil, die hebben we helemaal mooi in een regenboogstijl. Die houdt van een regenboog. En we hebben hier een heel mooi pakketje van jouw klas, hè? Ja, voor Lucius. Voor Lucius. Geniet van elkaar. Kusjes en knuffeltjes en veel geluk. Voor Lucius. Voor Lucius van groep A, 4A. Ja. De monstertjes, zo heet jullie groep. Ja. Nou, even kijken. Zie, wat gaan we inzetten? Het kan de baby. Iets voor de baby? Het kan de baby aantrekken. Oh, wat leuk. Kijk. Wat een leuk mama, idee. Dit zijn twee kleermers. Daar hebben we al onze namen op gedaan. Ach, wat lief. En ook aan de andere kant.
super lief. En dat is een rompertje met tekst erop. Oh, welkom lieve. Lucius, ach wat lief. Kijk, en dat is een monstertje van onze klas. Een monstertje van jullie klas, jullie logo, hè, van jullie klas. Ja. Leuk jongen, wat lief van jou, van jouw klas. Jullie zijn de zonnetjes. En als ik naar groep 3 ga, dan zijn de vlinders. De vlinders, oh, dat past ook wel bij jou. Vind je karamel lekker, Ina? Ik vind karamel lekker. Ja? Ina, die drinkt al vanaf het begin van jouw karamel. Karamel. Ja, altijd. Ja. En komkommer. Heel lang. Kaas en komkommer. Ja. Ja, Ina. Dankjewel jongens voor jullie mooie cadeaus, die tekeningen. Hm? Dan gaan we eventjes lekker lunchen. Dat zei ik. Kleerhaartjes met de namen van alle kindjes. En een rompertje. Och. Met het logo van de klas. Welkom, lieve Lucie. Super lief. Ja, lief, dank jullie wel. En hier nog een klein envelopje van hem. Vriendje van Lucilla. Wat jouw fans zeggen, maar het is. Lieve klas van Lucilla. Lieve klas van Lucilla. Ah, kijk dan. Wat mooi gemaakt. Oh, wauw. Dankjewel, Floren. Ach, kijk. Maar hartelijk gefeliciteerd met jullie broertje en zo. Super lief, heeft ze goed geschreven, hé. Misschien naar moeder. Ja, ik denk dat ze het zelf heeft geschreven. Heel erg. Dat was Lucius die lekker in de box ligt te snurken. Ja, Lucius die lekker te slapen. Snurken kennen dus papa. Ja, een zoon van je vader, hè. Die snurken, zo, nu en dan. Nou, dan gaan we even lekker lunchen, jongens. En dan zo meteen een badje. Oh. Ja, we staan klaar. Ik ben Lucius. Wat gaat Lucilla doen? Hatjo. Wat gaat Lucilla doen, Lixie? Deze tekenen maken. Lucilla die wilde Lucius gaan tekenen. Gaan natekenen. Mama, deze mama. Ach, kijk toch. Hé, hey, daar hebben we Luan. Ik van de kraanvogel. Kan je mij helpen? Zachtjes. Ja. Lucia en deze maken. Ja. Hij is aan het hele pakje. Tussen. Alleen de armpjes zijn bijna klein. Dan kan ik een doeken. Lucie. Lucie. Lucie gemaakt? Mooi. Lucie mag een intake. Moet ik niet te veel drinken? Nee, dan gaat hij zo spugen heen. We gaan hem zo lekker een badje doen. Ga tekenen. Mama, ik ga even een kippen. Of een vieze luier. Maar die gaan we zo schoonmaken. Of een drinken, die koffie. Elke thee. Dit is zoet. Ja, dan moet je naar Ina toe. Kom. Ga maar Ina mee. Gaan we even schoonmaken. Ina die is alvast even het badje klaarzetten. En gaan we hem zo meteen voor het eerst in het badje doen. Zo. Dan ga je lekker in badje, nou. Ja. Zie je erin klaar voor? Ja, ik ben lekker. Mooi. Ik ook. Nou. Ja, kom je? Want we gaan beginnen. Nou, en het badje die is al lekker gevuld. Hij is... Oh, dat is wel. Papa. Nee, die is mijn. Is die bij jou, Lucie? Oh, gekke papa. Ja, die past Luxie. Nou, wat gaan we eerst doen, Lucilla? Eerst even de baby uitkleden en temperaturen. En temperaturen. Temperaturen. Oké, en waarom moeten we temperaturen? Nou, want als hij bijvoorbeeld 40,4 is, nou, dan is hij ziek. Dus dan moeten we elke keer bijhouden. Ah. Dan heeft hij koorts. Dan heeft hij koorts, ja. Ja. Kijk, en nu kun je zien dat hij verplaatst is. De streep is blauw. Was jou goed, Luxie? Ja. Zuster Luxie. Ik zeg niet. Oh, niet meer plassen aan het plafond, hè? Alleen met jou. Toen kwam je mij helpen, Lucilla. Toen kwam jullie helpen, Luxie. Nou, oké, maar hoeveel mensen nu staan, papa? Niet mee. Nou, het is nou heel druk rondom de commode, Ina. Ja. Dat is een mooie temperatuur. Wat is die licht? Lieve. Helemaal jullie aan het kijken. Broer en zusjes die verzorgen mij wel. Ja. Nee, doe het. Zo. Zal ik hem even wachten? Ja. Ik ga nu lekker in het zeep en dan gaan we. Dan wordt hij rustig als je maait. Kijk. Lekker. Hé?
dan zie je dat voetje. Dat voetje zat ook zo tegen mama's buik aan, zo in de binnenkant. Ja. Grappig, hè? Dan gaat hij ontspannen liggen. Ja, maar nu, als ik nu zijn gezichtje zie, zo zag jij er dan ook uit, hoor. Ja. Ja, dat vindt hij lekker. Mooi lukkig, hè? Je bent ook echt zo'n lichtpapmannetje. En een warm bij. Billetjes. Komt goed uit, want straks, als mama weer mag, kunnen we met z'n allen in het grote bad, hè? Je moet allemaal in het jacuzzi. Ja, en hier in het lichtbad. En hier in het lichtbad. S'avonds dat we dan naar bed gaan. Dankjewel. Ja, in het lichtbad. Of de nu een chanel luxe ook. Die nacht, hè? Die navelcreme is echt een uitvinding. Ja. Het hoofdje goed vasthouden, hè? Moet het hoofdje vooral vasthouden. Voel het niet onder water. Maar goed vasthouden. Grote zus in de armen. Ja. Lekker. Oeh, kijk dan, maar hij is heel erg lenig. Ja. Oh, en je andere zus die gaat op paard, hè? Ja. Ja. Die gaat op een hobbel paard, hè, Luxie? Dat is lekker, hè? Ja, dat vindt rustig. Die oogjes, kijk ook. Dit vindt hij lekker. Dat wordt langzaam in jullie. Met papa en mama. En mijn grote broer en twee zussen. Mm. Ben je mooi. Mooi, hè? Ben je mooi, Lucies. Oké. Okay. Zo, ik zie het even. Hij vindt het echt relaxed met warm water, zie je dat? Alsof hij net weer thuis is. Ja. Ja, hij moet huilen.40 past gelukkig nog wel. Ja, past al. Zijn er 3? Ja, zo. Ja. Zo. Kijk eens aan. Kijk eens, dat baby mooi, jongen. En ook nog zullen we eerst even de haartjes nog even doen? Oh ja, kijk eens. Zullen we een heel mooi, klein, zacht borsteltje. Even meer opsteken. Ik denk dat het even zo lekker. Ga je zo mee? Ja. Ja, veel haartje, maar er zitten wel haartjes. Er zitten wel haartjes op. Zo. Zo. Moet je ook nog eventjes haartjes passen? Ja. Goed zo. Goed zo. Keurig. Goed hoor. Mooi, Luxie. Oh, dat vind ik weer lekker. Ja. Hij wordt helemaal rustig ervan. Dankjewel. Oh, jullie hebben het ook nog. Ja, dat is leuk. Oh ja. Ja, ja, dat vindt hij echt lekker. Ja. Geniet je daarvan? Ja, ik vind het zo.
Die is wel een beetje te klein, mama. Ja, zie je dat? Ja. Ja, misschien kun je hem... Ja, oh ja. Ja, oh ja. Dat is beter, Luan, dat je goed gezien hoor. Ja. Ja. Een beetje net of zo. Nou, Sil, volgens mij kun jij Ina zo overnemen als kraamzorg. Ik vind wel dat je er feeling voor hebt. Ja. Heel goed, Sil. Echt toppie gedaan. Ja, liever terug. Toppie. Ja, ja. Heb je dat? Kom maar. Ah, grote zus. Goed zo. Ja. Luan is van het licht. Ja, die doet alle knopjes weer uit. Goed zo, kerel. Ja, goed gedaan, jongen. Zo, lampje weer uit. Jongens, het was echt heel erg schattig om te zien. Lucie zo geniet ook van Luan en Cilla en Luxie, ieder op zijn eigen manier. Ja, ik vond het een mooi momentje. Nu gaan we even een foto maken. Van Lucius voor de geboortekaartje. De melk is zo geel. De melk is zo geel, had iedere mama ook verteld, omdat daar heel veel vet, goede gezonde vetjes in zitten, toch? Ja, goede vetjes en suikertjes. Maar is het genoeg? Ja. Ja, grappig hè? Nee, het is nog maar een klein babytje. Ja. Ze heeft nog niet zo heel veel nodig. Nee. En alle eer aan Daniel, aan papa, om het eerste flesje te geven aan Lucius. Ja. Niks leuk is het eerste flesje geven. Kijk eens. Nu wel, toen ik alleen jou had, had mama de winkel nog, dat ik hele dagen met jou alleen door moest brengen. Mm-hmm. Maar toen Lucilla groot was, toen hoefde jij geen flesje, toen hoefde mama niet meer naar de winkel. Dan had papa een fles en zei, kom Lucilla, ik wil je een fles geven. Dan zei, nee, mama die. En Luxie eigenlijk ook, ik wil ook geen fles van papa. Nee, mama die. Ik heb je last maken? Nee. En nu gaan we met broertje, gaan we wel allemaal leren een fles geven. Kijk eens. Volgens mij is het een geslaagde eerste fles, of niet? Ja, dat was dus een eerste flesje van 20 milliliter. We hadden gisteravond laatst een idee van, oh, er komt bijna niks uit. Nee, maar het is dus wel goed. Ik begin met 20, 40, 60. Ja. En het is dus de vette moedermelk, hè? Met heel veel vitamine. Heel veel en. Dat is een lekker flesje, Lucie. Is dit jouw eerste flesje? Kijk, hè? Flesje, papa. Ja. Mama is al genoeg voorraad en altijd op de juiste temperatuur. Maar ik ga jou wel het liefst elke dag een flesje. Goed, Lucie? De Lucie is echt klein. Ja, hij heeft een groot pootje. Goed, Lucie ligt hier lekker. En dan hebben we hier het kleedje. En hier hebben we de geboortekaartjes. Eigenlijk hebben we het toen altijd zo gedaan. Gewoon zelf een beetje gemaakt. En ik vind het gewoon leuk om die traditie voor te houden. Luan. Dit is Lucilla en dit is Luxie. En het is allemaal gefotografeerd op zo'n kleedje. Zo even een foto maken. En hier zo bij te gaan. Sokjes even goed. Zo'nzelfde soort foto maken. Volgens mij hebben we wel een mooi fotootje gemaakt. Ja, super lekker. Nou, hij was in ieder geval goed verzorgd, jullie. Ga maar lekker slapen. Goed gedaan, meisjes. Papa inderdaad. Ik weet goed dat papa dat doet. Ja, dan moet hij een prikje. Ja. Nou, dan gaat hij nou weer lekker slapen. In een schoon pakje. Ja. Gewassen en al. Goed gedaan, kinderen. Dat was leuk, hè? Ja, dat was leuk.
Zo de eerste keer een badje. Ja. Zo. Jullie hebben echt heel goed meegeholpen hoor. Bedankt. Ja. Ik hoefde niks te doen. Nee. Farah ligt even lekker op bed. Die mocht een powernapje doen. Ik ging er bij de kinderen op de speelgatenbank leggen. Maar ik viel ook in slaap. Zei Ina, ja, maar dat is normaal. Want nou is een hele bevallingsnacht. Hebben papa en mama toch wel extra energie verloren. Nou, maar jullie gaan vast mooie stoppen. Ja. En dan komt er vast visite. Dus mij in de pan. Hé, hey, we krijgen visite. Lianne en Janella. Lucie, maar, die puntjes er ook even halen. Kijk, gaan we boontjes doppen. Niet je wel. Goed zo. Ja. Dus we eten vanavond lekkere boontjes. En deze goed zo, okay. Het gebakken aardappelschijfjes. Ja. En lekkere hamburgers, hè? Lucie, lukt dat, Lucie? Ja, maar okay. Nou, ik ga eens even kijken wat voor visite er is. Want er komt nog wel visite zo aan het eind van de middag, Silla. Weet je wie? Ja. De verloskundige. Janella. En ik zag ook Lianne. Ja, met komen ze met z'n tweeën. Oh, gezellig. Hè? Ja, dat is gezellig hoor. Luan, de gast hier, die laat ze binnen. Ongezellig erbij. Farah ligt lekker te slapen. Dus die ligt in bed, maar kom maar gezellig aan de keuken. Dan dank jullie wel, kom erin. Maar dan wel wat later. Ja, dat is nog niet erg. Nee, dat is maar dat sowieso niet. Nee, nou, Luan had een goed idee. Nu mama toch nog slaapt. Wil jullie dan eerst het kraambezoekboek samen invullen, lieve Lianne en Janella? Dus ja, al die bezoeken gingen met de baby in de buik bij hun weer toe, hè? Ja. 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 Ja, en Janella was hier in de nacht, want toen sliep Luan dus gewoon. Die heeft helemaal niks gehoord. Helemaal niks. Janella belde s'nachts om 1:30. Daniel, hoe kom ik daar? Ja, dan moest ik daar door de regen. Is niet erg. Je hoeft het ook niet te doen. En jij sliep ook? Liever als ze er gewoon in zitten. Ja. 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 Nou, de boontjes zijn gedopt. Zilla, zet jij de boontjes op het vuur? Ja, wat doe je? Ga je naar de kelder? Laat eens zien, er zit nog een kelder. Hè? Nee. Ja, ja, kijk, ze gaat naar de kelder. Gezellig. Nou, Farah die zal zo meteen vanzelf wel wakker worden. En dan is ze verrast met een volle keukentafel. Zijnzelfde kopje weer. Ja. Maar ik vind met name dat hij op jou lijkt. Ja, dat zou Luan van ons, ja. Zeker wel. Ja, dat zei ik net in het badje ook al, Luan. Echt jouw kopje. Ook een beetje Lucilla. Ook een beetje Luxie. Ja, ik zie het. Ja, schort aan. Dus dat betekent dat je super goede hulp bent. Ja. Wat? Ja. Je straks geholpen met in de tummy tub doen, hè? Ja. Ja. Och. Ja, alle drie hoor. Alle drie, ja. Echt, ze willen ze alleen maar helpen. Dan moet je geen kraamzorg zijn. Nee, ik heb dat mijn schort uitgedaan. Ja, hij was de kraamzorger. En nu? Ja. De bezorgde boer. Ja, oh ja, boer. De kraambroeder, ja. Een hele store naam voor jou. Kraambroeder Luan. Nou, de baby is inmiddels uit het bedje gehaald. En mocht Farah nu uit bed komen van je? Ja, dat mag nu. Ja, Ina heeft gezegd, je gaat nu naar bed. Dan zei ik, wilde een vlog editen. Nee, zei Ina, je gaat naar bed. Maar nu mag ze ook. Ja, en dan na het eten. Ze mag nu weer uit bed. Ja. Och, wat zie je eruit te slapen uit. Ja. Ina zei al, van, ik heb er in bed gelegd. Ja. Kijk eens. Ja. Het is een broertje. Het buikje. Dat is ons broertje, Liz. Ja, dat ga je wel redden. Zo, ja. Dikke gelukkig toch wel. Ja, eindelijk. Ja. Ja. Oh, echt. En niet ja. Een week later. Nee. Oh, nee. Ik was echt aan het erbaan. Ik was echt een beetje teleurgesteld. Ja, dat snap ik. Ik zat echt helemaal in van, oh ja, eindelijk. Ja, toen zag je ook dat die koe bevallen op de boerderij. Ja, op de boerderij. Ja, zelfs. Ik kreeg ze helemaal sip. Oh ja, nee, maar het zit wel door hoor. Ja, ik merk inderdaad. Jij zei, oh, je klopt, ik ga erom. Je krijgt wel het gevoel van... Dacht ik, oh ja, op een gegeven moment moet je toch wachten en puffen en doen. Nou kijk, en er is niks leuks dan natuurlijk even terugkijken op onze heerlijke thuisbevalling. Nou, Ina heeft het eten klaar, Lianne en Janella. Jullie mogen mee eten, hè? Ja, dat weten we. Jullie gezinnen wachten thuis, bedankt hè. Ja, graag gedaan. Voor de superbevalling en tot de volgende keer. En wij gaan lekker aan tafel. Ina heeft het eten klaar. Dat was een leuke, spontane visite. Ja. Van de verloskundige Lianne en Janella. Dus leuk dat jullie er waren.
Wij gaan lekker eten. We hopen dat jullie hebben meegenomen van vandaag. Vond je het weer een leuke vlog? Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En op het belletje te klikken. En wij zeggen tot morgen. Oh, en de toon spoel je zelf al aan. Kijk, ja. Want de teun had weer wat water nodig. Tot morgen. Volg je hart, smoel mee, wees lekker met ons mee. De hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee, dans mee.